2,5 jaar geleden werd er bij mij prostaatkanker met uitzaaiingen naar mijn botten geconstateerd. Ik hoorde toen in 2 weken tijd in een regionaal ziekenhuis dat ik ongeneeslijk ziek was. Ik ben Ronald de Wit, internist-oncoloog, sinds 1990 verbonden aan het Erasmus MC Kankerinstituut. Sinds mei 2018 eindelijk op de nieuwe locatie. Bags are packed, are you ready to go? Ik ben ook voorzitter van de Stichting Duos, een multidisciplinaire samenwerking tussen 25 ziekenhuizen in Nederland op het gebied van kennis, kunde en gezamenlijke studies. Er is in de afgelopen decennia ontzettend veel verbeterd bij de behandeling van eigenlijk alle verschillende kankers. Bij alle kankers hebben we tegenwoordig 1 of meerdere lijnen therapie. En vroeger was dat alleen maar de klassieke chemotherapie. Tegenwoordig hebben we ook immunotherapie gekregen. En we hebben moleculair gerichte middelen gekregen. En niemand van ons overziet dat hele veld met al die verschillende kankers en al die verschillende nieuwe behandelingen. Maar diezelfde avond zeiden wij tegen elkaar, ja maar, we gaan toch wel wat doen. En ik vroeg de volgende dag, telefonisch, aan mijn oncoloog, goh, zou ik een second opinion mogen? En dat weten jullie als lotgenoten ook allemaal. Is ongelooflijk lastig. Want je hebt vertrouwen in elke arts. En dan vraag je eigenlijk, goh, wil een andere arts hier bevestiging van geven? Dat was ook niet makkelijk, maar ik heb het wel gedaan. En ik kwam heel erg snel bij het voormalig Daniel den Hoed, nu het Erasmus, in Rotterdam terecht, bij professor de Wit. Bij de behandeling van prostaatkanker is in 15 jaar heel veel veranderd. Als je kijkt naar die ontwikkelingen, en we focussen even op prostaatkanker, en ik laat dit plaatje zien, dan zie je eigenlijk wat er in de afgelopen 10, 15 jaar allemaal veranderd is. Aanvankelijk hadden we een overleving gemiddeld van 12 maanden op het moment dat patiënten niet meer reageerden op de eerste hormoonbehandeling. En tegenwoordig, met meerdere middelen die erbij gekomen zijn, praten we wel over 5 jaar. Ja, dit is echt een enorme verbetering. Voor blaaskanker zie je hetzelfde. Hier zie je dia maar 2 curves van de gemiddelde overleving. De beste curve is de curve met immunotherapie. En dan zie je echt dat het maanden toevoegt en dat het verschil ook behouden blijft. Je ziet ook in de start van de curves, zie je dat patiënten nog steeds baat hebben bij immunotherapie. Bij zaadbalkanker zie je eigenlijk een vergelijkbaar beeld. Daar zien we dat de komst van de moderne chemotherapie een enorme verbetering heeft gegeven in de overleving. Maar, en dat is het volgende plaatje, wat je ook ziet, is dat die overlevingscurves verschillen naar gelang van de ervaring van het behandelteam. Een centrum wat meerdere patiënten per jaar behandelt met uitgezaaide zaadbalkanker. Die patiënten die hebben een ongeveer 15-20% betere overleving dan daar waar behandeld wordt in een ziekenhuis wat dat slechts incidenteel doet. En dit is echt een van de belangrijkste argumenten om je te realiseren dat je als patiënt echt moet vragen naar dokter, wat is uw aandachtsgebied en zit ik bij u goed en zit ik in dit ziekenhuis goed. Het meedoen aan de Stampede-studie die heel snel op me afkwam, heeft mij wel veel gebracht. Misschien wel 1 jaar extra winst op mijn leven, dat hoop ik natuurlijk. Maar heeft mij vooral een bevestiging gegeven dat je zelf de beste arts moet gaan zoeken. De beste arts één in zijn kunde, maar daarnaast ook de arts waar je van denkt, hé, maar daar voel ik me goed bij. En daarom vind ik mijn zoektocht eigenlijk best geslaagd. Ik heb geen vrede met mijn ziekte. Maar als ik nu 2,5 jaar verder kijk, had ik gedacht dat ik veel zieker zou zijn. Maar ik heb de chemo's en de medicijnen daaromheen. Heb ik eigenlijk
heel goed kunnen verdragen. En ik vond het heel fijn dat professor De Wit zei, ja, als je na 3 keer niks vindt, dan stoppen we er alsnog mee. En dat gaf heel veel vertrouwen. Dat gaf mij de weg, nou, dan moet ik het doen. Want ik ga ervan uit dat elke patiënt het liefst zo lang mogelijk leeft. En zo heb ik mijn zoektocht volbracht. Home is with you wherever that may be.